Vandaag starten de grenscontroles langs de gehele Nederlandse grens. Waaronder dus ook langs de Nederlands-Duitse grens in onze provincie. Hiermee volgt Nederland andere Europese landen. Vandaag was het direct raak op de grens tussen Nijmegen en Kranenburg. De Koninklijke Marsechaussee controleert met name op geldige legitimatiebewijzen. Een rijbewijs is hiervoor niet voldoende. Ook kunnen ze vragen wat de reden is waarom mensen Nederland binnenreizen. Kofferbakken worden niet standaard gecontroleerd, alleen als er verdachte omstandigheden zijn. In praktijk betekent het dat er langs de hele Nederlandse grens, met zo'n 840 grensovergangen, maar telkens op 5 verschillende plekken controles kunnen zijn. De Marsechaussee maakt vooraf niet bekend waar en wanneer de controles plaatsvinden. Vooralsnog gaat het om tijdelijke grenscontroles die tot 8 juni 2025 duren. Twee supermarkten in Nijmegen waren zondagavond kort na elkaar het doelwit van een overval. Dat bevestigt de politie die op zoek is naar de dader. Rond 8 uur werd er een melding gemaakt van een overval bij de Jumbo aan de Haterseweg. Nog geen half uur later volgde een soortgelijke melding bij de Albert Heijn XL aan de Sint-Jacobslaan. Na de overval op de Jumbo werd via Burgernet het signalement van de dader verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 25 jaar oud. Hij droeg een blauw trainingspak, had een blauwe plastic tas bij zich en is mogelijk weggereden op een fiets. In het geval van de Albert Heijn laat de politie weten dat de overvaller beige kleding droeg. Eerder deze week was er ook al een supermarkt in Nijmegen doelwit van een overval. Het ging toen om de Lidl in de Meihorst. Dinsdag rijden er een groot deel van de dag geen treinen tussen Os en Nijmegen. De hele ochtend en een deel van de middag rijden er geen intercities tussen Os en Nijmegen en geen sprinters tussen Os en Wijchen. Dit komt door een breuk in de rails bij Ravenstein. De NS zet bussen in op het traject. Naar verwachting rijdt alles weer normaal vanaf 5 uur. De NS adviseert om kort voor vertrek de reis te plannen via de reisplanner. NEC heeft zaterdagmiddag in Deventer een zeer slechte wedstrijd gespeeld. Na 10 minuten spelen stonden de Nijmegenaren al met 3-0 achter. Het eindigde uiteindelijk in 5-0. In het klassement zakt de ploeg dan ook van 10 naar plek 11. Trainer Rogier Meijer probeert een verklaring te zoeken voor het slechte spel. Ja, goede vraag. Dat is natuurlijk voor mij ook moeilijk om daar een pasklaar antwoord op te geven. Ik denk dat er... Ja, weet je, als je kijkt gewoon naar voetbalgedrag, duelgedrag, omschakeling, 100%, sprinten, al die begrippen die redelijk makkelijk lijken, ja, die heb je niet altijd teruggezien, denk ik. En hoe dat komt, ja, dat zullen we met elkaar moeten bespreken, denk ik.